You got a $100 bill, get your hands up. You got a $50 bill, get your hands up. You got a $20 bill. Zo'n 350 kinderen uit groep 6 en 7 leefden zich woensdag uit in de berenkuil. 4 weken lang hebben ze geoefend op hun graffiti-kunsten. En nu konden ze laten zien wat ze in huis hebben. Het gebeurde bij de Kids Battle, onderdeel van Graffiti Festival Step in the Arena. Ik ben een graffiti-tekening aan het maken voor de Step in the Area. En het gaat tot nu toe wel goed. Wat maak je precies? Ja, een groot groen oog met nog heel veel oranje eromheen en ja, dat eigenlijk wel. Ik vind het wel echt heel leuk en het is me nog nooit overkomen, dus het wordt helemaal toppie. En lukt het een beetje? Bij mij lukt het heel erg goed. We zijn nu met Grijs bezig om de achtergrond een beetje te maken. En dat is natuurlijk om super tof voor die kids om hun creativiteit eens een keer op een andere manier te triggeren, zeg maar, waarin ze normaal gewend zijn om veel te tekenen en te schrijven, doen we nu zeg maar met graffiti. En om dat hun aan te leren, zeg maar, hebben we dit in het leven geroepen. De kinderen waren niet helemaal vrij in hun keuze. Hun schetsen moesten wel binnen het thema passen. En dat betekende dat ze iets met Eindhoven moesten doen. Ja, goed thema, want het is in Eindhoven en we wonen in Eindhoven. Dus. Nou, we hebben gewoon met sport gedaan, want Eindhoven PSV is kampioen. Dus dachten wij, sport. Dat we kiezen altijd een thema. We vinden het belangrijk dat de kids ook met een thema werken, zeg maar. Ze leren ze ook na te denken waarom je iets doet, zeg maar. Als jury letten wij op verschillende dingen. Of het origineel is, zeg maar. Of ze zich goed aan het thema gehouden hebben. Hoe ze met de kleuren omgaan. En ook hoe ze de outlines doen. Want de outline is heel belangrijk in graffiti. Hoe strakker die is, hoe beter. We kunnen natuurlijk niet volledige strakheid verwachten van de kinderen. Maar daar kijken we ook naar. Nadat ze zich een uurtje lekker hadden uitgeleefd, was het tijd voor de jury. Eerste plek, applaus voor de eerste plek. Ik vind het wel heel leuk, want ik had het niet verwacht. Ja, ik vind het superleuk, want ik had eigenlijk nooit gedacht eigenlijk. Omdat, ja, zoveel van alle kinderen en dan toch nog eerste. De winnaars krijgen niet alleen een beker, nee, ze mogen nog een keer aan de slag. Komend weekend tussen de grote en internationale graffiti-artiesten tijdens Step in the Arena.